Dames en heren, wat leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe Minecraft video. Vandaag is het dan eindelijk zover. Dit is inmiddels aflevering 34 en er is nog geen één PvP event geweest. Vandaag is de allereerste keer dat wij tegen elkaar gaan vechten. Teams gaan het tegen elkaar opnemen. En oh, wat vind ik dit toch vervelend. Er gaan elke nacht zitten hier weer spinnen en die blijven hier de hele tijd zinnen. Ga nou dood! Ga sterf! Ja, ik heb hier zoveel zin in. En ondertussen ben ik ook echt enorm bang. Want ik ben bang dat ik dood ga en ik heb echt mijn maanden voorbereid. Of ja, 2 maanden. Nu inmiddels heb ik me voorbereid op dit event. Ik heb hele goede spulletjes en die wil ik zeker niet kwijtraken. Dus ik ga alles even opbergen en dan gaan we even kijken wat we mee moeten nemen. Maar voordat we dat doen is het eerst even tijd om dit setje iron weg te doen. Want die ga ik natuurlijk niet dragen. Ik heb... Oh, kijk, hier staat hij dan. Mijn mooie setje. We gaan dit ding gelijk even pakken. Hoppakee. Take it all, take it all. Het is weer geglitcht. Kijk, oh, dit is zo... Hoe kan dat nou? Oké, ik haal dit ding even weg. Oh. Ja, wat ik eerst even moet doen is even dit setje repairen. Want dit slaat natuurlijk nergens op. Hij is echt best wel gedempt. Vooral de chestplate is echt bijna op de helft. Dus daarmee kunnen we natuurlijk niet gaan vechten. Maar ik heb het natuurlijk al in de vorige aflevering aangegeven. Mensen kunnen voten tegen welk team ze willen vechten. En de votes zijn binnen. En oh, oh, dit is leuk. Ik ga natuurlijk team rood zo meteen helpen. Omdat team rood mijn oude teampie is. Dus die ga ik zeker even helpen. En team groen is een beetje een team wat nu nog voor spek en bonen meedoet. Ondertussen pak ik trouwens even de diamonds erbij. En ik denk ook even dat ik deze bottle nodig heb. Want ja, ik heb denk ik wel wat leveltjes nodig om alles even te repairen. Maar laat ik eerst even vertellen wie tegen wie gaat vechten. Team rood, die gaat tegen team blauw vechten. Er was een grote meerderheid van mensen in team rood die zei van, joh, wij willen tegen team blauw. Wat ik ook wel begrijp, natuurlijk een beetje de rivaliteit van de vorige server. Team blauw, die gaat tegen team geel vechten. Dus ja, blauw gaat naar geel. En team geel, die gaat naar rood. Dus dat is de driehoeksverhouding. Dus ik moet zo meteen gaan beslissen of ga ik tegen geel verdedigen of ga ik blauw aanvallen. Eén van beide kan ik doen. Ik ga gelijk even dit repairen. Oké, let's go. Dit kost, oh, ja, gaan we 2 doen? Kost 2 levels maar. Ja, weet je wat? Wat is nou een diamond? Ik bedoel, ik heb inmiddels zoveel. Het boeit me helemaal niks dat ik 2 van die dingen waste. Lekker boeien. We gaan het gewoon lekker doen. Dan gaan we even deze repairen. Ja, oké. Deze zit wel net op het randje, hoor. Dat ga ik dan weer niet doen. En deze ga ik ook niet doen, want die is ook zo goed als vol. Oké, helemaal toppie. Hier zit natuurlijk ook Thorns 2 op. Dus deze breekt ook een stukje sneller. Zometeen met al die arrows. Dus daarom moet hij wel echt even goed vol zijn. Is het handig om een backup setje mee te nemen? Ik denk het niet, want ik heb letterlijk geen backup setje. Zo goed ben ik er ook weer niet voorbereid. Ja, we gaan trouwens dit armor gelijk upgraden. Eindelijk het momentje. Het moment van de waarheid. Gaan we dan. Hoppakee. Nou, we gaan gelijk even alles upgraden. Ten eerste een Netherite chestplate. We got him. En dan even wacht. Ik vind het heel eng. Ik ben bang dat ik alles kwijtraak. Nee, toch? Nee, oké. Top. Zo. Die even. En de laatste. Alles is Netherite. Oh, wacht. Nu heb ik helemaal niet... Oh. Ja, dit geeft knockback resistance volgens mij en armor toughness. Ik heb helemaal niet opgelet wat het specifiek geeft. Volgens mij geeft het niet meer armor. Of wel? Dat weet ik niet. Ik heb niet goed opgelet. Cool. Oké, dus dat is mijn setje. Kijk dan hoe sick dit eruit ziet. Ja hoor. Eindelijk Netherite armor. Jongen, jongen, jongen. Mocht even duren, maar we hebben het. Inmiddels zitten er trouwens 130 mensen op deze server. Echt insane. Ik ga even mijn Netherite terugstoppen. Dan het volgende. Ik ga dit allemaal even dumpen. Dit ga ik dumpen. Die ga ik dumpen. Die ga ik dumpen. Die ga ik dumpen. De bow neem ik wel natuurlijk mee. Ik zat naar de chat te kijken wat gebeurt hier. Iemand die koopt de rank en echt gelijk dikke spam van GG. Het is echt zo immens druk, jongen. Oh, oh, oh. Dit is echt insane. Oké, die bottle kunnen we ook terugstoppen. Die hebben we niet meer nodig. Ik kan trouwens ook wel gelijk even de rest bottelen. Bottle all. Hoppakee, want dan raak ik dat in ieder geval ook niet kwijt. That's really nice. Oké, dan even het volgende. Eten. Ik heb heel veel eten nodig. Ik neem even een stekkie steak mee. Dat is wel genoeg. En natuurlijk de golden apples. Ik heb er 2, maar 2 is niet genoeg. Absoluut niet. Ik ga zeker meer maken. Laten we eerst even wat meer bloks gaan maken. Want hiervoor heb ik al die tijd goud gehakt. Verder doe je helemaal niks met goud. Dus ik ga gewoon best wel veel golden apples erbij maken. Gewoon iets van 5 of zo in totaal. Want ik wil gewoon niet dood vandaag. Ik wil echt niet dood gaan. Hoppakee. Er zit trouwens ook een cooldown op de enderpearls. Dus dat is ook heel erg nice. Dus je kan zo meteen ook geen enderpearls spammen. Dat weet iedereen inmiddels ook wel. 61 golden blocks. Oké, dat is echt pittig veel. Dat is echt heel erg nice. Alright. Oké, ik ga gelijk even appeltjes erbij pakken. Gaan wij even wat golden appeltjes craften. Let's go. Oh joh, dit is de eerste keer dat ik een golden apple maak. Kijk dan hoe vet. Echt super chill dat we gewoon die recipe kunnen aanpassen. Dat is echt wel heel sick. Yo, ik ben de helft van mijn goud al kwijt als ik dit doe. Dit is zo insane. Dit is echt... Yo, ik ben de helft kwijt als ik deze 4 maak. Zal ik het doen? Weet je wat, ik doe het gewoon. Oh, dit is pijnlijk hoor. Dit is echt wel pijnlijk. En daarom is het ook zo'n groot voordeel als je gewoon golden apples vindt. Want kijk dan hoeveel goud je dat bespaart. Dat is niet normaal. Oké, dan de enderpearls. Neem ik ze allemaal mee? Ik denk het eigenlijk wel. Ik bedoel, ik ben sowieso nooit echt bezig met enderpearls farmen. Ik zie heel vaak endermans lopen en die kill ik niet eens. Dus ik kan ze allemaal meenemen. En als ze op zijn, dan kan ik wel voor de volgende event weer heel veel fixen. Dus die nemen we mee. Het ziet er al best goed uit allemaal. Ik heb wat arrows mee.
mee. Dat is goed. Ja, we hebben een paar dingen aangepast bij dit PvP-event. Je mag namelijk niet grieven. Dat mocht normaal gesproken wel. Maar er waren heel veel mensen die bang zijn dat ze gegrieven worden. Heel veel mensen hebben gezegd van, yo, de server is net nieuw. Laten we niet grieven. En heel veel mensen waren het daarmee eens. Dus we hebben besloten om niet te grieven. Als je grieft, dan krijg je een ban. We gaan het ook heel duidelijk vermelden. Yo, je mag niet grieven. Je zou het natuurlijk ook niet leuk vinden als het bij jou gebeurt. Want het zijn heel vaak opzettelijk mensen die gewoon een compleet gebouw weghakken. En dat is gewoon zonde. Als dit bijvoorbeeld helemaal weggehakt zou worden, dan zou ik echt best wel hard gaan janken. Dus we hebben het voor nu uitgezet. Je mag dus ook niet raiden. Je mag ook niet kisten looten. Dat telt allemaal onder grieven. Wordt zo allemaal heel duidelijk verteld. Het is dus puur mens en players dus killen. En ik denk dat je daar ook al genoeg aan hebt. Ik bedoel, als ik een player kill en ik heb nog zo'n setje, yo, dan spring ik een gat in de lucht. Want dan ben ik echt heel blij. En daarnaast heb ik nog een dingetje even gevraagd aan iedereen. Heeft iedereen het portal gevonden? En echt bijna iedereen zegt toch nee. We hebben portals verstopt over de map. Ze zitten in een hoek verdeeld. Daarin kan je stappen om naar het andere team te gaan. En die moet je eerst wel vinden. En dat is juist leuk. Want als je dus die niet kan vinden, kan er dus zijn dat je druk aan het zoeken bent. En dat je daar al een enemy ziet. Dus een enemy die jouw team aanvalt, die kan je dan gewoon tegenkomen. Dus het is juist leuk. Het maakt het ook wat mysterieus. Oké, wat moet ik dan nog meer meenemen? Even koekeloeren. Ik denk gewoon even een stekkie cobblestone. Nee, wacht. Ik doe wel een stekkie hout. Want dan kan ik eventueel ook nog iets craften als dat nodig is. Dus ik pak gewoon even birch planks. Neem ik een lava bucket mee en een water bucket? Oh ja, zeker. Want ik heb natuurlijk geen verdervalling. Dus ik moet die coole waterdrop pro move doen. Als ik er vanaf spring. Dus dat is heel erg handig. Verder nog iets. Is er nog iets handig? Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat ik zo wel settled ben. Er zijn inmiddels 150 mensen online. Echt insane. En ik ga zo ook met een nickname spelen. Alleen het nadeel is, als ik met een nickname ga spelen, dan zie je een groene nickname. Dus alsnog heeft dat helemaal geen zin. Want iedereen weet van, hé, dat is iemand van team groen. Dat kan er maar één of twee zijn. Dus die gaan we sowieso killen. Wat ik even moet doen voor dit event is mezelf even overzetten naar team rood. Dus dat ga ik alleen nu even doen. Dus ik zit nu in team rood. Nu kan ik dus ook niet groen joinen. Dus ik kan nu mooi rood joinen. Yo, rood! Ik kom jullie even lekker helpen. Oké, rood moet dus verdedigen tegen team geel. En volgens mij is team geel best wel sterk. Dus, ja, rood mag natuurlijk ook aanvallen. Ik denk dat heel veel mensen naar team blauw gaan. Maar het is misschien ook wel slim om wat te verdedigen hoor, tegen team geel. Oké, heel veel mensen zeggen aanvallen. Oké. Sommige mensen verdedigen. Kijk dan even hoeveel mensen bijvoorbeeld al in team rood online zijn. En ik denk dat team geel en team blauw nog voller zitten op dit moment. Dit is echt bizar, joh. Dit slaat nergens op. Zo, en ik ben nu bij de portal. Kijk eens even aan. Yo, ik zie letterlijk nog mensen in iron lopen. Jongens, wat is dit? Maar jullie hebben jullie niet goed voorbereid. Kom op eens even. Tjong, en hier ook iemand met diamond, maar dat is niet geenchant. Oei. Ja, dat gaat lastig worden, hoor. Kijk, wij kunnen dus zometeen in dit portaal springen. En er kunnen hier dus ook mensen uitkomen. Dus dit gaat zo chaos worden. Er zijn ook sowieso mensen die veel te laat hier aankomen. En die zijn dus automatisch een beetje aan het verdedigen. Oké, ik heb nu een nickname. Ik heet Mr. D. Gold. En even kijken. Wow, kijk die skin. Wat een lijpe skin heb ik nou. Wow, look at me. Oh, joh, ik ben een pickaxe vergeten. Ja, ik zie het nu pas. Ik dacht, al ben ik iets vergeten. En ja hoor, ik ben niet vergeten. Oké, ik moet gauw even terug naar team groen om even kijken. Een pickaxe en een shovel en een axe te fixen. Kijk, er zit hier nu nog een barrier omheen. Als het event zo begint, dan kan je hier gelijk inspringen. Iemand van rood, die plukt gewoon een weakness pot bovenop mij. Wie deed dat? Waarom zou je dat doen? Er gaat nu al fout, jongens, bij team rood. Wat is dit nou, joh? De helft loopt nog in iron. Oh, no. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat met andere teams is. Ik denk dus oprecht wel dat ik me dus heel goed heb voorbereid. Ik heb eigenlijk OP armor op dit moment. Ga lekker weakness pots op elkaar flikkeren, joh. Ja, dat gaat helpen, joh. Jongen. Er komt ook nog even een mededeling. Blauw gaat naar geel, rood naar blauw en geel naar rood. Oh, oké, nu is het best wel druk hier. We gaan zo beginnen. Gaan we gelijk naar team blauw toe. Waarschijnlijk gaat het dikke chaos worden. Oh, no. Oh, no. Oh, jongens. Ik wil echt niet doodgaan. Ik heb er zo geen zin in. Oh, ja, we kunnen erin. Ja, we kunnen erin. Oh, en we gaan... Oh, wat gebeurt hier? Oh, we beginnen. Oké. Weet je wat? Ik ga denk ik gelijk een enderpearl gooien. Ik wil echt gelijk hier weg. Ik ga gelijk wegzwemmen. Oh, no. Dit gaat toch gelijk fout? Dit gaat toch gelijk helemaal fout, jongens? Ja, we gaan gelijk even een stukje zwemmen. En zit hier iemand achter me aan? Waar zit je? Oh, er zitten drie achter me aan. Wat is dit? Ik ga gelijk mijn eerste enderpearl gooien. Let's go, jongens. Let's go. Er zitten drie achter me aan. Wauw. Dit ga je niet menen. Wauw. Dit is gekkigheid. Dit is gekkigheid, jongens. Dit is gekkigheid. Oké. PvP staat dus nu aan. Helemaal top. Kom. Huh. Ja. Oké, Thomas. Spring er overheen dan. Hoppa. Ja. Eentje valt erin. Nice. Oké, ik ga nu al lowen, joh. Wat? Wat doen ze damage, joh? Dude. Kom op, spring er overheen. Oh, ja. Oké, dan ga ik juist weer terug. Oh ja, ga lekker zelf in je eigen lava staan, vriend. Nee, dit is niet chill. Dit is oprecht niet chill. Oh, ik heb een boot.
Kom op. In de boot, in de boot, in de boot. Haha. Oh, wat doe ik, wat doe ik, wat doe ik? Nee, nee. Blijf van mijn boot af, blijf van mijn boot af, blijf van mijn boot af. Ja. Nee, nee, nee. Blijf van mijn boot af. Blijf van mijn boot af. Oh nee, oh jongens, 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 jongens. Wat is dit? Ik wil eigenlijk terug naar Team Rood. Dit gaat veel te hard. Dit gaat oprecht veel te hard, joh. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Oh nee. Kom op, kom op, go, 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 go. Yo, wat is dit? Gelijk een gekke. Wat een gekkigheid dit. Wat een gekkigheid. Oké, oké, ik zwem terug, ik zwem terug. Moet ik eentje? Ik ga eentje nemen, hoor. Ik ga eentje nemen, ja hoor. We nemen er een, we nemen er een. Het is hier veel te druk. Ik wil terug, ik wil terug. Kijk, je mag dus gewoon teruggaan wanneer je wil. En dat is helemaal top. Kijk, nu ben ik weer in Team Rood. Het is hier rustig. Hier is het rustig. What? Hey. Oké, check mijn armor. Ik ben nu dus al zo erg aangevallen. Dit is insane. Oh, wacht, natuurlijk. Team Blauw kan hier niet heen. Team Blauw. Oh, ik ben zo dom. Kijk, Team Blauw kan mij niet pakken. Alleen mensen van Team Geel die kunnen mij pakken. Natuurlijk. Team Geel gaat namelijk hierheen. En als ik daar inspring. Oh, ik ben het helemaal vergeten. Ik heb het idee dat ik nu tegen Team Blauw vecht. Maar nu vecht ik dus tegen Team Geel. Oké, dat is best wel sick. Als je dus een beetje bij de portaal blijft, dan kan je dus een fight kiezen. Oké, hier zijn twee van Geel. Of één van Geel. Oké, dan gaan we dan. Let's go. There we go. There we go. Het is één van Geel. Waar is de rest van Geel? Überhaupt. Het is echt, bij Team Blauw is het mega druk. En hier is het echt kapot rustig. Kom op. Ga dood, ga dood, ga dood. Ja, dit heb ik liever hoor dan echt, jongens. Zo net. Oh, vreselijk. Ik heb gelijk alle Golden Apple moeten nemen, joh. Ah, hij gaat er terug. Kijk, dit is... het is slim, hoor. Ja, eigenlijk wil ik wel weer even bij Team Blauw nu kijken. Weet je wat? We gaan even kijken. Even loeren. Oh, oh, oké. Okay. We gaan weer vechten bij Blauw. Let's go. Hoppa, hoppa, hoppa. Ik ben benieuwd hoeveel Golden Apples iedereen heeft. Oké, okay, ik ga weer terug. Het wordt te druk hier. Er zijn veel te veel mensen van Blauw. Ja, kijk, ze bouwen het hier ook een beetje dicht. Dus als je bijna dood bent, kan je heel moeilijk teruggaan. Oh, ik weet denk ik al wat het geval is. Ik denk dat Team Geel nu echt zwaar hard aan het verdedigen is. Want Team Blauw kan natuurlijk Team Geel aanvallen. Nou, oh, dat is echt een zieke clash. Dat is echt een hele dikke clash. Dus hier valt het wel. Het is een beetje rustig bij ons dus. En er zijn wel een paar mensen van Blauw die ze dus verdedigen. Kijk hier, hier staan ze allemaal. Kijk, ze allemaal staan dan. Dit is echt insane. Nee, dit is niet normaal druk, dit. Oh, 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 oh. Yo, dat is echt insane. Dus ze staan echt hier naar op te wachten, gek. Oh, iedereen gaat erin, iedereen gaat erin. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. Ja, nu ben ik weer low, ik ben weer low. Ik moet gelijk een golden apple nemen, of niet? Ja, ik moet daarmee oppassen, joh. Ik moet er echt mee oppassen, gek. Oké, okay. Team Geel gaat hier... Yo, hoezo? Wat? Hoe zwemmen zij zo snel? Oké, okay, ik heb die boot nog. Let's go, let's go, let's go. Kom op, go, go. Waarom wordt hij steeds weggehakt? Oké. Okay. Oké. Okay. Oh my god, ik ben dood. Wauw, dit is echt insane. Dit is echt insane. Wauw, ik ben nu al dood. Dit was hem voor mij. GG. GG. Dit was echt mijn slechtste event ooit. Ik dacht, ja, wauw. Oké, okay, dat ging heel snel. Dat ging echt belachelijk snel, jongens. Dit had ik echt nooit zien aankomen. Ja, tuurlijk. Ik was veel te rustig met die Golden Apples. Ik had er lang eentje in moeten nemen. Dit is erg jammer. Oké, okay, dit was echt daadwerkelijk de grootste anticlimax ooit. Dit is echt diep, diep, diep triest. ja, dit is oprecht sad. Ik denk, ik besef nu ook dat ik al mijn gold kwijt ben. Gewoon, terwijl ik maar één of twee van die dingen heb ingenomen. Twee in totaal. Oh, ik moet nu weer zoveel recht gaan zetten om dit allemaal weer goed te maken. Oké, okay, in ieder geval, ik ga gelijk even weer de standaard dingetjes fixen. Dit gaat allemaal goed komen. We gaan er weer bovenop komen, ik weet het zeker. Nu hebben we in ieder geval weer armor te pakken, dat is nice. En even gelijk een zwaardje. Zo lang hierop gewacht. Ik heb echt een maat hiervoor gespaard. En nu is alles gewoon loothu. Gewoon gone. Maar gelukkig heb ik nog wel mijn mooie pickaxe en dergelijke. Dus ik kan wel wat dat betreft gewoon doorgaan. En dit armor ga ik trouwens niet eens aantrekken. Dat ga ik gewoon weer als extra setje houden voor het volgende event. Ja, ik ga nu denk ik trouwens ook iets meer traden. Ik heb nu heel veel op eigen macht en kracht gedaan. Maar ik ga nu ook veel meer traden. Want ja, traden is gewoon heel slim om te doen met andere mensen. Ik zie bijvoorbeeld heel veel mensen die XP bottles kopen. Heel veel mensen verkopen die echt wel heel weinig. En ik heb daar nog wel een beetje moeite mee met XP krijgen. Dus wat dat betreft is het wel heel slim voor mij om te doen. Ik heb hier gelukkig nog wel een level 30 bottle. Dus dat is wel heel erg nice. Gelijk even gaan doen is even mijn diamond zwaard gaan enchanten. Misschien kan ik wel weer de fight instappen. Nee, dat gaat nooit lukken. Dat gaat oprecht nooit lukken. Dan ben ik nog een setje kwijt. Dat is zonde. Ja, heb ik er nou geen shot? Dit is zo raar gebeurd. Hoe kan dit? Misschien omdat ik denk ik net op het randje zit van level 30. Dus ik ga weer even spin killen. Zo, ben ik weer level 30. En daar gaan we dan. Ik heb niks erop. Ja, dit is een kakzwaard. Gaan we gelijk even disenchanten. Dat is jammer. Nou, dit moet ik gewoon even een tijdje doen. Ik denk gewoon even lekker wat pots kopen. Ik heb ook nog een power 4 boog. Dus ik kan dat ook zo weer regelen. En ik heb natuurlijk, kijk, best wel zieke helm. Die kan ik ook altijd nog upgraden. Dus we komen er wel bovenop. Ik denk dat ik echt iets van 10 pots ga kopen. Maar dat ga ik de volgende aflevering even doen. En ik ga de volgende
volgende aflevering ook even iemand uitnodigen voor Team Groen natuurlijk. Yes, yes. Ja, het is wel jammer dat ik nu niet kan zien wat er precies gebeurt. Want echt tussen geel en blauw is een zieke clash gaan. Maar dan ben ik helaas niet bij. Maar misschien moet ik ook even mijn eigen team gaan vormen. Want ik bedoel, ik werk nu met Team Rood mee. Maar eigenlijk moet ik eigenlijk mijn eigen Team Groen even oprichten. Dus de volgende aflevering nodig ik 2 personen uit. Ik ben helemaal klaar mee. Ik ben doodgaan. Ja, ik ben heel dom doodgegaan. Sloeg helemaal nergens op. Ik moest gewoon eerder die Golden Apple poppen. Ik ging weer naar Team Blauw toe. Ja, en dan riskeer je het gewoon om dood te gaan. Dit was in ieder geval de video voor vandaag. Klik op het duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Dikke doei en dikke later.